Debit en credit. Wat betekenen deze boekhoudtermen? Waarom wil je weten wat dit betekent? Ik ga het je heel eenvoudig uitleggen, zodat jij ook straks heel makkelijk aan de gang kunt met debit en credit. Heel eenvoudig, wat is debit en credit? Debit zijn allereerst al je bezittingen. Deze staan aan de linkerkant van de balans. Voor je bezittingen moet je denken aan je voorraad. Dus wat heb je op voorraad van de producten die je verkoopt? Maar ook, wat krijg je van klanten? Dus wat zijn je debiteuren? Dus al die facturen die je uit hebt gestuurd naar klanten waar jij geld van krijgt, dat zijn in principe jouw bezittingen. Maar ook een hele belangrijke zijn je banksaldo. Dus wat heb ik op mijn bank staan op dit moment? Wat zit er in kas op dit moment? Dit zijn allemaal voorbeelden van bezittingen die je hebt als ondernemer die aan de linkerkant staan, aan de debitzijde, en die noemen we ook wel activa. Aan de andere kant, aan de rechterkant, daar staan al je creditposten. Dus denk dan aan al je schulden die je hebt. Dus bijvoorbeeld je langlopende schulden, een hypothecaire lening staat daaronder. Kortlopende schulden, alle facturen die jij nog moet betalen voor je leveranciers vallen daaronder. Je te betalen btw is daar een goed voorbeeld van. Dit zijn allemaal schulden die aan de creditzijde, dus aan de rechterkant van de balans staan. En die noemen we ook wel passiva. Dat is toch redelijk overzichtelijk, of niet? Dan is er één uitzondering en dat is het eigen vermogen. Dat eigen vermogen zit ook aan de rechterkant van je balans, aan de creditzijde. Dus zou je zeggen, hé, dat is een schuld, maar dat is het dan weer niet. Een eigen vermogen is een opbouw van alle winsten die je maakt gedurende de jaren. Dus ieder jaar allokeer je de winst die je hebt vanuit je bedrijf aan dat eigen vermogen. Dus dat zou in principe ieder jaar meer moeten worden op het moment dat je positieve winst behaalt. Minus eventuele dividenduitkeringen bij een BV of eventuele privéonttrekkingen bij een eenmanszaak. En op die manier wordt jouw eigen vermogen opgebouwd. Dit staat weliswaar aan de rechterkant, dus aan de creditzijde van je balans, maar is eigenlijk van jou. Dat eigen vermogen, dat is ook niet hetzelfde als je banksaldo. Dus dit gaat nooit gelijk zijn. Dus hou daar even rekening mee. Hoe ziet dat er nu uit in een voorbeeldje? Ik heb even een simpele balans opgenomen, waarbij je aan de linkerkant, dus aan de debitzijde, de actieve posten ziet, je voorraad, je debiteur en je banksaldo. Aan de rechterzijde, aan de creditzijde, zie je je passiva, je langlopende schulden, je kortlopende schulden en je eigen vermogen. Wat valt nu op? Als je goed kijkt, zie je dat debit en credit gelijk zijn. Dat is altijd het geval. Daar kan geen euro tussen zitten. Als er een euro tussen zit, dan gaat er iets fout in je boekhouding. Want je boekhouding boekt altijd debit en credit, zodat het altijd gelijk blijft. Dus dan weet je alvast, je gaat iets niet goed als daar iets tussen zit. Waar heb je dit nu voor nodig? Waar heb je nu debit en credit voor nodig? Nou, het zijn natuurlijk boekhoudtermen die veel worden gebruikt. En op het moment dat je weet wat het inhoudt, scheelt het je een heleboel en maak je het jezelf een stukje makkelijker. Deze balans heb je toch ook nog nodig voor het opmaken van een jaarrekening bij een BV of het invullen van je jaarcijfers bij je aangifte inkomstenbelasting wanneer je een eenmanszaak hebt. Ik hoop dat dit een stukje verduidelijkt en dat je denkt van nou, ik ben weer wat wijzer geworden en ze maken mij minder wijs als ondernemer. Ben je nog niet geabonneerd op het YouTube kanaal van Happy Financial? Doe dat dan vooral even, want dan krijg je iedere keer nieuwe video's over finance speciaal voor ondernemers.